Dan een klein beetje ingesloten van de stof. Die alles naar binnen krijgt, maar die nu toch mooi binnen zijn gehaald en die derde plaatsje dan heeft. Tweede is geworden Yves de Visser na de eerste bocht. Fernando Mangal Haas, die noteren we op de vierde plaats. Kijk eens aan, Danny Klaes probeert Yves de Visser voorbij te gaan. En dat lukt hem bij de volgende bocht. Amelette, de tweede koffer. Danny Klaes in de vierde. Yves de Visser, derde plaats. Fernando Mangal Haas, vier. En zit dan nog mooi aan de leiding in vandaag in Adelwegen. Ronnie Kamper aan de leiding voor Danny Klaes. Derde plaats Yves de Visser. Vier voor Fernando Mangelaas. Of weer een beetje de vent naar buiten van Ronnie Kamper. En Slingert verlies je natuurlijk wel een beetje ruimte. En je ziet Danny Klaes dichterbij komen. Yves de Visser die ook nog het kast even diep in trapt. Daar hebben we hier nog wat zand rond ons oren krijgen, maar dan gaan we samen met dat doen. Voor de van het einde. Dan kan de leider van de kampen die laatste ronde ingaan. Met nog steeds kort achter en dan die Klaes. Met de plaats nog steeds Yves de Visser. En dan krijgen we Fernando Mangal Haas. Peter Hendricks is tussentijd uitgevallen. Dat helemaal achteraan in het veld. Met die hele zware Porsche. En dan is het een veel lichtere 100-klasse. Waarom de kappen doen over hem? Dan krijgen we Danny Klaes binnen. Derde plaats, morgen daar nog.